Hoi, ik ben Iris en vandaag neem ik jullie mee backstage tijdens de worksessie waar Topnotch, Busy en Young Capital de deuren naar de muziekindustrie openen die tot voor kort nog een beetje gesloten zijn. Een carrière in deze industrie is namelijk erg gewild, maar een duidelijke weg hier naartoe ontbreekt vaak. Slechts een klein groepje van hele ambitieuze jongeren is hier vandaag geselecteerd en uitgenodigd om al hun vragen te stellen over ondernemen, de muziekindustrie en het creëren van kansen. Ik heb eigenlijk ook ontzettend veel vragen, dus laten we snel beginnen. Ik ben zo bezig gewoon met leuke dingen doen, dat ik soms vergeet dat er eigenlijk best wel vanzelfsprekend een business achter zit, of in ieder geval een aanpak achter zit. En dat is voor mij een soort van heel standaard of zo. Maar ja, voor mensen toch van ja, hoe kan ik dat leren of zo? Dat vind ik wel leuk dat ik dat mee kan geven. Het is echt goed dat Young Capital en TNNA deze man dit soort dagen doen. Want je merkt gewoon dat jonge talenten komen binnen, hebben goede vragen, willen echt iets. Overkoepelende geheel was wel dat ze eigenlijk allemaal op zoek zijn naar een stijl en bekendheid. Dus het is wel een beetje het ding. Is dit ontstaan vandaag? Mede door jou toch? Uiteraard, CEO Young Capital Records, you know, we do. Altijd op zoek naar nieuw talent. Dit zijn zeker heel veel mensen. We zijn ook heel trots op de 1700 aanmeldingen. We konden ze helaas niet allemaal laten komen. Maar dit is wel waar wij voor staan, basically, met Young Capital Records. En ook Topnotch, Noah's Ark en Young Capital itself natuurlijk. Toen je begon met YouTube, is er iets waar je mensen een beetje voor wil behoeden? Om een fout te maken? Ja man, gewoon het beginnen om een rijk van te worden. En ik zeg altijd, het is nu makkelijk zeggen, omdat ik zelf, ik ga niet slecht of zo, snap je? Maar het was nooit de intentie. Het was gewoon van, oké, we willen video's gooien en we hopen dat het hard gaat. Maar we gaan vooral video's maken die wij leuk vinden. Echt uit passie kwam. Echt uit passie. En ik zeg altijd, want ik ben pas na anderhalve jaar ben ik gaan verdienen met YouTube. Beginnersfout is sowieso, kijk, als jij gewoon lekker eerst jezelf aan het ontwikkelen bent, heb je geen manager nodig. Niemand hoeft jou nog te vertellen hoe je muziek moet maken of whatever. De tijd waar we nu leven, met dat alles best wel snel gaat, dat je gewoon, ja, je kan zo'n camera kopen en het gewoon doen. Maakt dat de drempel lager om ook je eigen videoproductiebedrijfje te beginnen? Jazeker. Maar ja en nee, want er zijn ook zoveel jongeren die nu clips maken, waardoor je moet echt iets anders doen om op te vallen. En toen wij begonnen, waren er niet heel veel andere clipmakers. Alle mensen die wij eigenlijk allemaal kennen, die iets succesvols hebben gebouwd, die hebben daar best wel lang over gedaan. Dus geduld is een schone zaak. En dus ook dat de snelste weg naar succes is beseffen dat er niet een hele snelle weg is naar succes. Wat was de opoffering die niet leuk, maar toch noodzakelijk was tot waar je nu staat? Ik vind het fucked up om bekend te zijn, zeg ik heel eerlijk. Daarnaast ruzies met mijn ouders, iedereen aanhoren dat wat je doet niet slim is. Tot niet heel lang geleden was ik wel actief maker, gewoon creatief ook maker. En dat heb ik wel een beetje opzettelijk gestopt om in de industrie te kunnen werken. Ja, voor mij, toen ik begon met mijn bedrijf in 2000, een tijd geleden, heb ik eigenlijk de eerste 10 jaar van mijn hele leven, of van die eerste periode, alleen maar gewerkt. Dus ik ging niet op vakantie, ik had geen sociaal leven, ik verwaarloosde mijn vrienden. Ik ging rond een uurtje of 11 naar bed, 6 uur op, douchen en weer door met werken. Dus ja, ik heb iets opgeofferd, maar dat was dan voor 10 jaar. En daarna ja, ben ik wel heel blij dat ik nu alles kan doen, ook wat ik nu wil. Ben je balen. Ja. Wat is dan de grote tips die jullie vandaag hebben meegegeven? Iets wat me bij is gebleven in ieder geval, omdat ik dat ook heel wijs vond. Dat was eigenlijk een tip van Hugo, maar wees geduldig. Weet je, neem je tijd om iets op te bouwen. Er zijn niet zoveel mensen die bedrijven of hun ondernemingen in een hele korte tijd uit de grond hebben kunnen stampen. Succes vergt wat geduld. Denk maar eens mogelijk. Focus. Nee bestaat niet. Ga gewoon door. Film je eigen dingen. Neem je eigen interviews op. Wacht niet tot iemand anders gaat doen, want jij moet het doen. Uiteindelijk, wees origineel. Wees jezelf. Kijk, je maakt de hele dag fouten. Net zoals in het leven. En als je slim bent, leer je van je fouten. Dus dat is het enige wat ik daarop eigenlijk kan antwoorden. Maak veel fouten, want dan word je beter. Verlies niet uit het oog wat jou in de eerste plaats heeft laten doen wat je aan het doen was, zeg maar. En dus je kunt natuurlijk dingen veranderen waar nodig. Maar er is altijd een essentie van dat wat je aan het doen bent. En dus verlies dat niet uit het oog. De grootste tip is gewoon, doe gewoon wat je leuk vindt. Dat klinkt heel standaard, maar daar kan je het vers mee komen. En als je er niet ver mee komt, heb je het wel altijd leuk gevonden. Dat vond ik een hele mooie. Voor deze quote gaan ze me betalen. Hey, was je boy QC. Tot de volgende. Love jullie, man. Ja,
Yes, dit was hem dan. De worksessie in samenwerking met Busy, Topnotch en Young Capital. Ik ben in ieder geval heel geïnspireerd. Ik hoop jullie ook. Laat me ook even weten in de comments wat jouw ambities zijn en waar je misschien wat van hebt opgestoken. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Duimpje omhoog, lekker abonneren, maar doe vooral waar jij lekker zin in hebt. Joep!